NEC bereidt een nieuw voorstel voor aan de gemeente Nijmegen om Stadion de Goffer terug te kopen. De club verkocht het stadion in 2003 aan de gemeente omdat er in geldnood verkeerde. Nu verkeert de club juist in geldnood omdat het de huur van het stadion niet kan opbrengen. Daarnaast zou er voor 2,5 miljoen euro aan achterstallig onderhoud zijn die de club zelf moet ophoesten. NEC ziet het terugkopen van het stadion als essentieel in haar voortbestaan. Eerdere pogingen bleven steken op een voor de club te hoge vraagprijs. Algemeen directeur Bart van Ingen blijft positief gestemd over het vinden van een oplossing en benadrukt dat de club op eigen benen wil staan. Het nieuwe crematorium Waalsteden aan de Staddijk wil nu al gaan uitbreiden. De uitvaartfaciliteit werd op 21 maart van dit jaar in gebruik genomen. Op 2 september brak er tijdens een ceremonie brand uit in het dak van het gebouw. Een week later was het crematorium alweer volledig in bedrijf. Uitvaartorganisatie Dela heeft nu een vergunningsaanvraag gedaan bij de gemeente Nijmegen... ...om het uitvaartcentrum uit te breiden met onder andere een urnemuur. Het lijkt erop dat de Donjon in het Valkhofpark er alsnog zou kunnen komen. Afgelopen zomer werden de kansen nog laag ingeschat. Nu meldt de stichting Donjon dat ze een potentiële huurder hebben gevonden die het gebouw wil exploiteren. Deze zou voldoen aan de gestelde voorwaarden. Bezoekers moeten in staat gesteld worden om, al dan niet tegen betaling, van het uitzicht te kunnen genieten. Wie de huurder is, wordt nog geheim gehouden en die plannen met de Donjon blijven op zijn minst tot eind van het jaar onbekend.